Thomas, de eerste 3 punten in eigen huis. Lekker gevoel? Heerlijk, ja. Ik denk dat het echt overwinning is. En, broodnodige 3 punten, denk ik. Nu interlandperiode aanstaande en dat je dan nu met de overwinning die week doorgaat, is top. Ja, soevereine overwinning. Jullie zijn eigenlijk niet in de problemen geweest. Nee, eerste helft denk ik dat je misschien nog een goal extra kan maken. Ik moet zeggen, ja, we speelden best goed de eerste helft. Gaf Excelsior weinig ruimte en tweede helft gingen we daarmee door en viel de 2-0. En misschien had je er nog een derde achteraan kunnen maken om het iets makkelijker te maken. Maar we hielden stand en goede overwinning. Nou, was dit eigenlijk een goede wedstrijd? Ik heb me ook wel een beetje verveeld. Het werd een beetje saai op een gegeven moment. Ja, dat kan ik begrijpen van de kant. Ik denk dat toen de 2-0 viel, het spel iets minder werd van onze kant. Het slordig, veel balverlies. Maar goed, ik denk dat we gewoon zakelijke overwinning hebben geboekt. En het publiek is blij, denk ik. De eerste treffen weer bij je rentree bij PEC. Typische lamgoal. Ik heb je vorig jaar bij Twente ook 1 of 2 keer zo zien scoren. Ja, ik heb wel vaker zulke goals gemaakt. Twente ook 2 keer vorig seizoen. Nou, ik probeer gewoon voor de goal goed positie te kiezen. En de bal kwam perfect van Younes en kon hem inknikken. Ja, wat heb je dan het liefst? Want je hebt ook verdedigers of spitsen die koppen die dan tegen een bal aanlopen. Maar jij moet hem echt in het verlengde, zeg maar, raken. Ja, ik probeerde de verdediger die mij dekte iets aan de kant te houden, zodat ik wat ruimte had om te koppen. En ik kon hem vrij makkelijk binnenkoppen eigenlijk, voor mijn gevoel. En zat er goed op belangrijk goal, denk ik. Ja, dan doen wij radioverslag van zo'n doelpunt. En dan kunnen we altijd in een heel druk strafschopgebied in ieder geval zien wie daar kopt. Aan de hand van jouw schoenen kon ik meteen zien dat jij het was. Maar dat is misschien wel handig met die roze schoenen. Maar voor de rest, ja, het is verschrikkelijk eigenlijk. Jij hebt roze schoenen, maar waarom? Ja, ik weet ook niet. Moet dat? Ja, ik heb die schoenen van Adidas gekregen. En ze hebben het liefst dat ik daarop speel. Begrijp ik. En dat dan roze is ook niet mijn favoriete kleur. Maar goed, ze zitten lekker. En ik had ook een andere kleur gehad, liever, maar het is zoals het is. En misschien is het wel opvallend, mensen kunnen mij dan makkelijker uitpikken, wat je zegt. Dus misschien is daar het enige voordeel aan. Ja, ik vond het verschrikkelijk, ik zei het, maar toen ik de trap afliep, keek ik naar mijn eigen schoenen. Die zijn ook rood. Ja, dus ik zal je niet helemaal de maat nemen, maar nou ja, al met al gewoon een lekkere overwinning. Je hebt een doelpunt gemaakt en dat is belangrijk. Dus goed geluimd naar huis. Ja, morgen ga ik naar het nationale team. Vlieg ik naar Finland toe. Waar we 2 wedstrijden hebben. Dus het is altijd lekker om met de overwinning weg te gaan. En ik denk ook voor de club en voor het team heel belangrijke 3 punten. Waar we voort kunnen borduren. En deze lijn moeten we vasthouden.